Ik heb een return aangevraagd voor... Ja, en dan vliegt de tijd. Is het inmiddels alweer ruim tijd om naar school te gaan. Ik heb een elastiekje nog gauw van boven. Kijk, daarom zit er zo'n berg. Goedemorgen, deze dinsdagmorgen. Mijn schoenen aan. Dan ga ik gelijk met Ravi lopen. Het is pikken donker. Ik vind dat altijd best heel lastig, die overgang van zomer naar winter. Hallo vriendje. Goedemorgen. Hoi. Moet je even knuffelen. Ja, als ik nou die aantrek, hè, dan kunnen we gaan wandelen. Oh, je wil eerst knuffelen altijd, hè. Ja. Ja, je moet altijd eerst even knuffelen. Ja. Je hebt gesnurkt vannacht. Heel hard en gedromen. Nou, zal ik mijn schoenen maar aantrekken? Ja? Dan gaan we wandelen. Ja, dan gaan we wandelen. Is dat een goed idee? Ja? Heb je een jeukje? Hij stelt niet scherp. Oh, nou wel. Nou, we gaan wandelen. Ja. Ik denk dat er hier iets kapot is aan verlichting, want de straatverlichting brandt nog steeds. Ik heb net hier alle lampjes uitgedaan, dat kan best. Ik ga nog even naar boven, want ik heb een return aangevraagd voor dat fietsding, wat voor geen millimeter werkte natuurlijk. Dat iemand gereageerd, doe me niet, ik word er misselijk van. Dat snap ik, maar ik wilde jullie toch laten zien dat het echt niet werkte. Dus dat heb ik terug een refund aangevraagd bij Amazon. Maar ja, nu sturen ze een mailtje, ja, 30% korting. Nou, nee, ik wil gewoon dat hij teruggaat. Ik hoef dat ding niet te houden. Dus ik ga even kijken wat ik nu moet doen. En gelijk mijn haar even afronden. Staatje erin. Oh, jongens, gaan we weer. Konijn van de buur is ontsnapt. En de kat van de andere buur is er nu achteraan. Kijk. Daar huppelt het konijn. En daar zie je de kat. Nu is het konijn wel sneller dan de kat, zijn we al achter. Maar toch. Niet handig, buren. Beter. De konijn is weer naar zijn huis gehobbeld. De kat was niet slim genoeg. Of het konijn weet wat hij moet doen. Dat kan natuurlijk ook. Nou heb ik echt 3 miljoen van die fijn haarelastiekjes. Foetsie. Even kijken of er misschien hier nog eentje ligt. Niet echt. Daar is opnieuw gehaald bij de Deen. Ik vind dat altijd zo knap. Ik weet ook niet waar ze laten, eerlijk gezegd. Ja. Maar even nee, kijken nog of ik het terug kan vinden. Dit is trouwens dag 1 van 2 dagen. Hè? Dat weten jullie op maandag en of op dinsdag en woensdag vlog ik. Bij elkaar. Maar ik ga even op zoek naar een haarelastiekje. Ergens hier in deze. Zo, het is 9 uur. Ik ben net thuis. Hamsters eten gegeven. En nu ga ik heel graag naar boven. Lekker tv kijken. Inmiddels is het al kort voor 10 zelfs. Het was een lange maar nuttige avond.
Maar ik ben helemaal klaar, dus ik ga lekker in mijn bed liggen, urk kijken. Morgen weer een dag, dus tot morgen. Goedemorgen, het is woensdagmorgen 22 september en vandaag hebben we jarigen. Henry van de Hummeltjes is jarig. Die heb ik vanmorgen al gefeliciteerd, maar ook via deze weg. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Hele fijne dag met Anne Vera en de kids. Ravi gaat eten krijgen, die staat al keurig kant en klaar. Die zit zelfs al. Hij gaat het steeds beter begrijpen, maar eten en dan op naar het werk. Zit je te wachten? Nee, je mag alleen wat als ik een goede woorden zeg. Pindakaas. Kaas. Kipfilet. Elandjes. Evenwicht. Eet smakelijk. Goed zo, ja. Hij mag alleen eten bij het woord eet smakelijk. En dat weet hij. Ja, en dan vliegt de tijd, is het inmiddels alweer ruim tijd om naar school te gaan. Ik heb een elastiekje nog gauw van boven getrokken. De hond zit lekker daar. En ik ga heel gauw aan het werk en dan ben ik er ergens aan het eind van de dag weer. Ik heb nog weer oude gesprekken, dus het wordt waarschijnlijk weer een korte video. Maar dat is nou één keer zo. Nog even bedenken wat we vanavond gaan eten, maar dat komt in de loop van de dag wel. Gisteren had ik vissticks met gekookte worteltjes en aardappeltjes. Gewoon lekker simpel, maar vandaag moet even wat anders, maar ik weet nog niet wat. Morgen lekker vrij. Ik heb wel heel veel dingen die ik wil doen. Maar dat is iets bijzonders wat ik ga maken. Dus dat is wel leuk om mee te nemen, denk ik, voor jullie. Om te kijken hoe ik het ga maken. Zo, thuis. Het is 7:05. Ik heb de oven aangezet. Er gaat vanavond een pizza in. Ik ben gewoon helemaal af. Het was een lange dag. Lekker gewerkt, dat absoluut. Maar ik ben erg blij dat ik nu even een dagje bij kan komen. Ravi is in de tuin aan het spelen. Die heeft vanmiddag lekker gelopen, maar die is nu met eend aan het worstelen. Ik zal het je even laten zien. Eend wordt in stukjes gebeten, vrees ik. Kijk, daarom zit er zo'n berg strooisel in. Hij heeft dus al dit helemaal naar de bodem gegraven. Hij heeft daar een slaapplek gehad. Maar hij is verhuisd, heb ik het idee. Naar daar. Daaronder. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar daar liggen ook allemaal, hoe heet dat, wc-papiertjes. Ja, en hij mag gewoon graag graven. Maar het is een leuk beestje dit hoor. Hij is al best een beetje tam. Zo, ik ben net een man met een hamer tegengekomen. Wow, mijn hoofd knalt ineens uit elkaar. Ik ga heel gauw met Ravi lopen. En dan lekker even douchen, denk ik. Kijken of ik de hoofdpijn iets weg kan krijgen door warm water op mijn nek te laten stromen.
Dat helpt soms, maar komt even ineens zo'n twing binnen, zeg maar. Niet fijn. Helaas. Zo, nou, de frisse lucht deed al een hoop goed, moet ik zeggen. Gewoon een beetje spanningshoofdpijn, denk ik. Het zijn gewoon hele lange dagen. Goed, mij gaat erover. Maar ik ga nu wel even lekker douchen. Even lekker relaxen onder de douche. Vind ik een heel goed plan voor mezelf. Jongens, wat gaat die tijd toch snel. Ik heb even lekker gedoucht. En daarna... Echt, ik ging eventjes achter de computer zitten. En voor je het weet is het alweer 9 uur, wat. Echt, de tijd gaat trouwens altijd zo ontzettend snel. Dus ja, het is zo. Gelukkig morgen lekker een dagje vrij. Ik ga hier in huis schoonmaken uiteraard, want het staat altijd op het programma. 'S Ochtends kan ik nog niet iets echt speciaals doen qua filmen. Dat kan ik gelukkig wel morgenmiddag vanaf een uur of 12. Dus dan hoop ik wat te kunnen filmen weer voor huishouden met Suus. En boodschappen ga ik natuurlijk doen. En er zijn 2-jarigen morgen. Als je wilt weten wie, dan moet je morgen maar even terugkomen. Ja, dat is eigenlijk het plan. Ik weet verder nog niet wat ik helemaal precies wat ik allemaal ga doen. Zien we morgen wel weer. Ik ga nu in ieder geval lekker even gewoon lekker zitten. En even Steenrijk straatarm kijken. Ik ben benieuwd. Zo, ik zit inmiddels lekker op bed. Ik heb nog een poosje geborduurd. Dat wordt zo ontzettend schattig. Maar ik ben naar boven gegaan naar restaurant Misverstand aan het kijken. Het is best weer 6. Je kunt het terugkijken op kijk.nl. Echt de moeite waard, kan ik je zeggen. Het is echt een heel mooi programma. En het laat echt zien dat ja, mensen met dementie gewoon wat een struggle ze hebben. En hoe graag ze nog willen. Het is soms ook best wel heel verdrietig om te zien, moet ik zeggen. Dus ja... Zeker. Maar goed, ik ga nog even verder kijken. En dan ga ik daarna lekker slapen. Dus morgen is er weer een nieuwe video. En dan ga ik deze lekker editen. Dus morgen sluit ik hem wel even af. Ik ga nu verder kijken. Ja, en de tweede video die ik vandaag edit heeft ook geen eindje. En dat wist ik, want dat heb ik gisteravond gezegd. Dat doe ik morgen wel. Dus bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jij een betere nacht hebt gehad dan ik. Want ik was weer verschrikkelijk vroeg wakker. Ik merkte ook dat, volgens mij is het volle maan bijna of zo. En er zit toch ook wel iets in dat ik dan wat slechter slaap. Maar of dat echt klopt, dat weet ik niet. Misschien wel leuk om een keer uit te zoeken. Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben, die dat herkennen, zeg maar. Ik ben dan nog vroeger wakker dan normaal. Goed, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. Ik wens je in elk geval een hele fijne dag als jij deze video's morgens hebt gekeken. En kijk je nou 's avonds. Slaap lekker, mooie dromen. Morgen ben ik er weer met een nieuwe video, dus tot dan. Dankjewel hè. Bye.